Turnvereniging Sportief in Ravenstein organiseren vandaag onderlinge wedstrijden. Josine van der Loop, kun je me iets meer vertellen wat zo'n wedstrijden, wat het precies betekenen voor die kinderen? Ja, wij organiseren dit voor onze eigen basisgroepen. We hebben groepen hier in Ravenstein, we zitten ook in Bergen, in Zeeland, in Schaik en in Os. En alle kinderen die mee willen doen, die hebben zich opgegeven en die hebben vandaag hun leuke wedstrijd. Maar die komen niet specifiek alleen uit Ravenstein? Nee, dus het is de hele regio. En waarom zijn deze wedstrijden zo belangrijk voor die kinderen? Dan hebben ze ook een keer een ervaring hoe het is om een wedstrijd te turnen. En dit kunnen we ook weer zien als een voorbereiding op een diploma turnen. En dat doen we aan het einde van dit turnseizoen. Dat is in juni. En wat houdt zo'n diploma turnen dan precies in? Dan laten ze eigenlijk ook voor een bepaald niveau laten ze de oefeningen zien. En dan kunnen ze een bronzen, een zilveren of een gouden diploma verdienen. En wanneer trainen die kinderen? Ze turnen één keer in de week bij ons, dus één uurtje. En ja, dat is eigenlijk of door de week of in het weekend op zaterdag. Is er eigenlijk ook een moeilijk onderdeel? Bijvoorbeeld, ik vind persoonlijk de evenwichtsbalk moeilijk. En voor die kinderen hebben die nog een voorkeur? Ja, dat is echt specifiek wat een kind moeilijk vindt. De een vindt balk hartstikke makkelijk om te doen en de andere vindt het moeilijk. Maar de ander vindt sprong weer moeilijk en dan vindt een ander weer makkelijk. Dus dat is echt afhankelijk van het kind zelf. En zijn er ook eigenlijk jongens die mee turnen? Bij ons niet. Wij hebben echt een vereniging alleen voor dames turnen. Jongens turnen is toch net weer een andere tak en ook andere oefeningen. En daarvoor zijn wij ook niet opgeleid. En wat is familielessen? Ja. Ja, die doen we ook aan het einde van het seizoen, dat doen we dat altijd. En dan mogen de broertjes, zusjes, maar ook de papa's en mama's mogen dan een keertje meedoen. Dus altijd wel heel leuk om te zien hoe dat gaat. En niveaus in de turnsport. Hoeveel niveaus zijn er? Wij hebben niveau 15, dat is het eerste niveau. En wij gaan tot en met niveau 9. En daarna wordt het weer anders, want ja, als ze bij de selectie turnen, dan is het ook allemaal weer een ander niveau. En nou, als een kind of mijn kind of bij de selectie wil, ja, wat moet ze daarvoor doen dan eigenlijk? Het is eigenlijk op dat de trainster van de basisgroep denkt van nou, deze turnster die kan eigenlijk wel meer dan een normale turnster die we hebben. Dan komen ze op test bij de selectie en dan wordt er gekeken of ze toegelaten kan worden aan die groep. En dan kom je eigenlijk pas verder, dan praat ik over Nederlands kampioenschap en noem maar op. Ja, zover komen wij niet. Nee. Bij ons is het meer regionaal. Als je echt Nederlands kampioenschappen, dan moet je ook meer uren in de week trainen. De basis bij ons traint 1 uur in de week. En de selectie, de grootste groep, turnt 5 uur in de week. Dat is nog behoorlijk, vind ik. Zijn er ook kijklessen? Ja, wij hebben ook kijklessen. Ja, die hebben we ook 3 keer in het seizoen, meen ik. Oké, dankjewel.